Snap jij de mensen die zich niet laten vaccineren? Totaal niet. Mensen die evident beroofd zijn van elke vorm van normaal nadenken. Die zijn niet goed, snik. Jij hebt ook QAnon. Ik begreep dat je mensen had die op een begraafplaats bloemen legden bij kindergraven. Ja, god, daar begrijp ik ook niets van. Helemaal niets. Ja, je snapt niet dat mensen zeggen, ja, ik weet het niet met het vaccin. Ik wacht nog eventjes af wat de effecten misschien... Ja, vooral. Ik zou zeggen, wacht u vooral eventjes af. Dan krijgt u misschien nog wel de Delta-variant. En heeft u nog een lekkere kans dat u doodgaat. Dus ik zou flink afwachten. Het verlossen. Kunt u mij horen? Deze aflevering bevat een waarschuwing. Ik heb zo'n ontzettende hekel aan moppen. Dat is verschrikkelijk gewoon. En aan mannen die ze vertellen, heb ik een nog grotere hekel. Dat kan ik rustig zeggen. En wat Maarten doet als er toch een mop wordt getapt, dat vertelt hij zo meteen. Ondertussen is het EK nog steeds bezig, dus dat betekent lekker ergeren. Het voetbalgevoel schakelt een groot deel van de grote hersenen uit. Een carrièrecoach van Rossum schetst zometeen de toekomst van Wopke Hoekstra. Wopke staat aan het begin en het eind van zijn politieke carrière. Ik denk dat Wopke het gevoel van dit jaar niet zal overleven. En uiteraard zijn we in onze gedachten bij Peter R. de Vries en zijn nabestaanden. Alle opnames van deze podcast vonden plaats voor de aanslag. Een reactie op de gebeurtenissen in de volgende aflevering. We beginnen met pinnen. Want ja, Maarten, trek je eigenlijk nog wel eens geld uit de muur? Ja, zeker doe ik dat. Ja, ik neem vrij regelmatig neem ik geld op. En een van de grootste problemen is natuurlijk dat alle geldloketten waar je dat kon doen, hier in de naaste omgeving, hier in de buurt, zijn allemaal gesloten. Ja. En daar hangt dus een heel lullig bordje boven. Dat in verband met problemen, nou, je weet welke problemen dat zijn, zijn ze dus gesloten. Maar op zeer korte termijn zal een heel nieuw systeem geopend worden. Nou, die hangen er nu geloof ik al 2 jaar. En het enige effect is dat er nog veel meer geleidelijk aangesloten raken. Zodat ik langzamerhand een vrij omvangrijke wandeling moet maken om überhaupt nog geld uit een geldloket te kunnen trekken. Ja, en daar komt nog iets bij, hè? Want dat is wat ik dus net las. ABN en ook Rabobank gaan geld berekenen als je dus geld opneemt. Dat zijn de plannen. Ja, dat zijn allemaal dingen die ze dus eerst beloofd hebben niet te doen. En als dan iedereen overgeschakeld is op een nieuw systeem, dan moet je het ineens betalen. Hè? Dat was net als met die giroboekjes en zo toen. Hè? De ING heeft de giro overgenomen. Nog steeds een schandaal wat mij betreft. Hè, die is gewoon verpatst. Een hele moderne dienst die goed functioneerde. Er was geen enkele reden om dat aan het private de kapitalisten te verkopen. Toch is dat gebeurd. Door Ruding, mag ik er nog even op wijzen. De fameuze bedenker van Tante Truus. Die heeft dat verkocht. Wat mij betreft zou het weer genationaliseerd moeten worden. Het was een prima betalingssysteem. Niet waar, je kunt er ook een soort van simpele bank van maken die zich niet bezighoudt met risicovolle bankaire activiteiten. Maar goed, de Giro, en toen werden door de ING overgenomen. Dus ja, al die diensten die de Giro gratis verstrekte, dat boekje met waar je die dingen in moest vullen en zo, en de envelopjes en al die dingen, het was vroeger natuurlijk nog niet digitaal, dat zou allemaal gratis blijven. Maar ja, na enige tijd was dat helemaal niet meer gratis en moest je dat maar betalen. Nog afgezien van het feit dat toen ze eenmaal gingen digitaliseren, dat ze je elke week lastig vielen, die ING, dat je nou toch eens moest digitaal en de app op je telefoon en je was wel een randebiel van niet. Terwijl er feite heel weinig mis was met het oude systeem. Vond ik. Ik vind het nieuwe systeem eigenlijk geen winst. Ik heb meerdere malen gezien dat je 's nachts naar je rekening kijkt. Dan staat je, u kunt voorlopig niet bij uw spaargeld. Ja, dan hebben ze weer een digitaal probleempje. Hè? Terwijl als je toen dat nog gewoon op papier ging, heb ik nog nooit een brief gekregen. U kunt voorlopig niet bij uw spaargeld. Stel voor dat je het ineens echt nodig hebt. Nee, ik moet zeggen op dit punt. En dit is dus de volgende stap. We zijn eraan gewend geraakt om die rommel uit die loketten te trekken. A, hebben ze een groot deel van die loketten opgedoekt. Hè? Met de belofte dat het spoedig veel beter en anders terug zou komen. Maar dat is dus helemaal niet gebeurd. Hè? Bankaire wereld, doet u er nog iets aan? Tuurlijk niet, kost geld, dus waarom zouden ze het doen? Alle kleine kantoren van de banken zijn gesloten in Nederland. Hè? Een heel groot probleem als je in een dorp in Brabant woont, dat je ineens het bank, moet je dus als bejaarde, je hebt geen auto, moet je met de bus naar de grote stad om dan naar een bankkantoor te gaan? Nee, die banken, dat zijn, misdadigers, dat zijn ze natuurlijk ook weer niet, maar dat ze klantvriendelijk zijn is gewoon een sprookje.
Ja. Ze zijn helemaal niet klantvriendelijk. Nee, je kunt het beter in een sok doen en onder je bed verstoppen. Dus nu moet ik een heel eind lopen om geld op te nemen. En dus ook betalen. En ik moet dus ook gaan betalen. En omdat het een eind lopen is en een vervelend eindje lopen, niet waar, neem ik altijd enorme bedragen op. Dus dat zal waarschijnlijk moet je dan ook nog meer gaan betalen. Rabobank 5... Zoals het in Amerika is, hè, dat, nou ja, daar zijn de banken dus wel misdadigers. Dan moet je, als je een heel lullig bedrag opneemt in zo'n machientje in een hotel, moet je $2,50 betalen. Ja, moet je denken wat dat oplevert, joh. Heel voor niks. Die machientjes, nou ja. Nee, ik vind dit... Ik vind ook dat laat het parlement hier maar tegen optreden. Ja, Henk Nijboer van de PvdA heeft gezegd, cash betalen is een wettelijk betaalmiddel. De minister moet ingrijpen. Goed zo, dat zou ik ook zeggen. Dat gaat Wopke niet doen, dat begrijp je ook wel. Wopke die is heel dik met de banken ongetwijfeld. Hè? Maar Wopke moeten we het ook nog even hebben. Want ja, je begrijpt wel waar deze kabinetsformatie naartoe koerst. Hè? De motoren zijn uitgezet, schip ligt stil in het water. Iedereen denkt, we gaan even in de zon zitten en ondertussen wennen we langzaam aan het idee dat er helemaal geen nieuw kabinet komt, maar dat er gewoon het oude kabinet blijft zitten. Omdat het natuurlijk politiek worden we nu geleid door de twee minst van verbeelding vervulde politici van de Nederlandse politiek, namelijk Mark Rutte en Wopke Hoekstra, die werkelijk geen enkel 0,0 nieuw idee hebben en het al lang goed vinden om door te kachelen zoals ze gingen, want hij was minister-president, hij is het nog steeds. En hij, de andere, Wopke is natuurlijk minister van Financiën, dat wil hij ook heel graag wil worden, dat begrijp je ook wel. En zodoende zal er niets veranderen. De VVD maakt zich wel zorgen ondertussen, hè? Heb je het gehoord? Ja, de VVD maakt zich zorgen. We lopen hier steeds tegen hetzelfde probleem aan. Gewoon Rutte had het verstand moeten hebben om op te krassen na 10 jaar. Ja, dan was de zaak wat opener geweest. Er waren meer mogelijke gewijheden geweest. En nu, het zit gewoon muurvast. En dat betekent maar één ding. Het zit expres muurvast, laten we dat even niet vergeten. Dat betekent maar één ding, dat we het zittende kabinet weer terugkrijgen. Misschien met een paar personele wijzigingen. Dat soort van dingetjes. Maar we krijgen gewoon het zittende kabinet terug. De zittende coalitie. De VVD zegt van ja, Rutte die wil koste wat kost premier blijven en dat gaat ten koste van de echte VVD-standpunten. Oh, ja, dat is weer wat anders volgens mij. Dat betekent dat laten we zeggen, de rechterkant van de VVD die natuurlijk veel en veel en veel conservatiever is dan Rutte. Dat is ongetwijfeld zwaar. Ja, waarom is het zo? Rutte moet coalitiekabinetten leiden. Dat is in Nederland niet anders. En eigenlijk vindt de rechtervleugel van de VVD, die heeft geen zin in coalitiekabinetten die dingen doen waar zij tegen zijn. Maar ja, als je dat doet, niet, dit is volledig irreële praat. Niet waar waarschijnlijk van die provinciale VVD'ers, ik weet niet of je die mensen kent, maar dat is, laten we het zo voor zeggen, dat is niet best. Wat zijn dat dan voor mensen? Volkomen fantasieloze, zeer, zeer conservatieve mensen. Ze begrijpen nog net wel, ze hebben nog net voldoende fatsoen in hun grote teen om niet op de PVV te stemmen, maar eigenlijk zouden ze dat het allerliefste doen. Kom je ze wel eens tegen dan? Ja, dan lopen de band, hè. Met lezingen en zo. Heel regelmatig. En dan voel je van de gesprekken dat je denkt, grote god aan toe. Ja, je ogen worden er groter van. Maar wat komen ze dan bij jou doen? Want dat in principe... Nou ja, de bekende praatjes over migratie en dat alles naar de bliksem gaat. En ja, dat soort van dingen. Ja, ja. Allemaal ondernemers, denk ik. Ja, vaak zijn het ondernemers niet. Het idee dat ondernemers per definitie niet zeer conservatief zijn, dat geloof ik niet. Ik denk eerder meer aan gepensioneerde militairen dan ik aan ondernemers denk. Omdat ondernemers vaak een redelijk idee hebben van hoe de samenleving in elkaar zit en wat je moet doen om geld te verdienen. Dus ik weet het niet bij ondernemers. Okay. Het is trouwens ook zo, dat vond ik wel een scherpe opmerking. Ik moet even kijken wie die maakte. Remco Harms, die zegt, waarom noemen jullie Wopke en Hugo bij de voornaam, maar Rutte bij de achternaam? Ik zou het verdomd niet weten. Ik denk omdat Wopke zo leuk is, omdat dat Wopke eigenlijk, dan zie je eigenlijk zie je Hoekstra eigenlijk met klompen aan en een nationaal mutsje op, dat is het eigenlijk. Hè. Het is een manier om, ik geef toe, hier zit een element van ridiculisering in. En dat kan, Wopke kan dat goed gebruiken, weer ridiculisering. Hugo dus ook.
Ja, Hugo de Jonge is eigenlijk al zijn eigen ridiculisering. Dus ik geloof niet dat we ons daar echt druk over moesten maken. Maar, want ik, volgens mij, ik zeg altijd de Jonge. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit familiair van Hugo heb gesproken. Nee, misschien is dat mijn schuld. Dat ik dat dan dat ik dat nou zeg, ja. Ja, Rutte gewoon, dat is ook fijn kort. Mark is helemaal niks, dus ja. Maar laten de kritische vragen stellen, trek je er niet te veel van aan. Okay. Het is gewoon een soort gewoonte. Ja. En wat vond je van als kaagstemmer van alle heisa? Ja, dan van pure flauwekul. Hetsen van de Telegraaf. Ik bedoel, dat is toch altijd zo? Ik heb tal van dit soort van dingen gedaan. En dat je dan achteraf zegt, nou, ik vind dat die en die, dat stukje kan dat er niet uit. Natuurlijk, zo gaat het toch altijd. Laat jezelf toch niet langdurig filmen zonder dat je bedongen hebt. Alle interviewtjes ook aan de telefoon en zo. En dan zeg je altijd aan het eind van het interviewtje, stuurt hij me even de tekst op. En met enige regelmaat zeg je, nou, dat heb ik nou een beetje suf gezegd, dus liever niet. Of dat is kwetsend, doe dat ook maar niet. Ja, zo gaat dat. Nee, dit is gewoon om Kaag plat te slaan. Daar gaat het natuurlijk allemaal om. Kaag is gevaarlijk, want Kaag heeft gewonnen bij de verkiezingen. En Kaag is niet oerconservatief en fantasieloos. Dus moet er schade aangericht worden. Dit is actie beschadiging Kaag. Maar het is pure flauwekul. Elke journalist, iedereen die ooit geïnterviewd is, kan je dit vertellen. Het komt natuurlijk ook altijd van Geert Wilders, die zichzelf helemaal niet laat interviewen, omdat hij wel weet dat je daar niks aan hebt als politicus. En hij zeker niet. Nee. De makers van die documentaire, die zeiden ook eigenlijk van de hetze die nu gaande is, daar ging die documentaire eigenlijk ook over, hè? Ik heb de hele documentaire niet gezien, maar wat ik erover gelezen heb, het is opwinding over niks. Dan een opwinding om voor de opwinding om Kaag te beschadigen. Ja, maar de directeur van de VPRO, of de hoofdredacteur, ik weet niet wie, die zei in ieder geval, we hebben wel fouten gemaakt. We hadden niet zover. Ja, slap gelul, dat moet hij zeggen. Dat is ook politiek correct. Dat is niks zo makkelijk om te zeggen, ja, we hebben fouten gemaakt. Sorry, zaak is voorbij. Nee, dit is typisch de Telegraaf, ten voeten uit. Oké, dus die beelden van de champagne die weg zijn gehaald en dat gedoe om die auto gooien. Ja, dat is natuurlijk ook vrij pijnlijk, champagne. Als je bezoek gaat, is een land waar niks deugt, dat begrijp ik ook wel. En volgens mij, ik had de champagne gewoon laten staan. Je kunt er namelijk ook wel iets van zeggen. Maar nee, nogmaals, in alle interviews laat staan, in twee jaar lang filmisch gevolgd worden, beding je natuurlijk dat er bepaalde voorwaarden zijn. Nogmaals, dus het lulligste telefooninterviewtje, dat kijk je toch even na. Wat je precies gezegd hebt. Hè? Dat je weer voortdurend Wopke hebt gezegd. Hè? Wopke, ga wat anders doen. Nee, dat soort dingen. Dat haal je eruit natuurlijk. Hè? Dat je een beetje beter iets anders kunt gaan doen. Voor veel meer geld. En dan hebben wij er minder last van. Dus je vindt dit geen censuur? Nee, joh. Dat heeft propaganda. Niks, heeft het helemaal niks mee te maken. Ja, natuurlijk is het propaganda. Natuurlijk is die film propaganda. Dat spreekt voor zich natuurlijk. Net zo goed als die kletspraat van Geert in de Kamer propaganda zijn. Ik bedoel, politiek leeft van propaganda. Politiek is propaganda. Ja, maar als er een omroep als VPRO, die wekt natuurlijk de indruk dat het een eerlijk, fair beeld is. Ja, nou, we één ding. De VPRO is een hele verdienstelijke omroep, maar niet fundamenteel anders dan andere omroepen. Dat willen ze wel graag. Ja, natuurlijk, dat wil elke omroep. Dat is weer propaganda, dat je anders bent. En dat je om die reden een unieke plaats in het bestel hebt. Maar dat soort van lulkoek. Ja. Politiek is propaganda. Het is natuurlijk inderdaad Geert Wilders die hier verwijtend optreedt. De pot verwijt de ketel. En niet zomaar een pot, maar een gigantische zwart berokte pot. Niet waar? Verwijt hier een aanzienlijk kleiner potje. Dat ze iets gedaan is wat hij altijd doet en waarvan hij precies weet wat hij doet. En nog steeds effectief, want hij loopt al jaren. Hij is enorm effectief, ja. Zo kun je het rustig zeggen. Na al die jaren nog steeds. Ja, hij is enorm effectief als propagandamachine. En tegelijkertijd is het de minst effectieve politicus van Nederland. Want hij is nu al jaren en jaren in feite de op één na grootste partij. En wat heeft hij tot stand gebracht? Niets. 0,0. Het enige wat hij tot stand heeft gebracht is dat de VVD en het CDA bang voor hem zijn, waardoor die geneigd zijn om, weet ik veel, IS'ers uit het, vrouwen uit die kampen hier op te halen, dat soort van dingetjes. Hè? Omdat dat dan dus in de publiciteit gevoelig. Dat is het enige wat Geert ooit bereikt heeft.
Nee, Geert is de gevangene, we hebben het al eens eerder gezegd. Geert is de gevangene van zijn eigen paranoïde wereldbeeld. En van zijn eigen halfgare politieke ideeën die niet verwezenlijkbaar zijn. Hè? Want je weet hoe het met Geert is, een hek om Nederland. Behalve dan Limburg natuurlijk, het hek moet wel een beetje verantwoord gebouwd worden, lijkt mij. Een hek om Nederland, de EU uit, terug naar de gulden. Ik bedoel, het is allemaal lachwekkende kletskoekpolitiek natuurlijk. Denk aan het A4'tje van Geert. Nee, Geert is de minst effectieve. Je stem gaat verloren, maar dat geldt vooral die stomme populisten. Je kunt er wel op stemmen. En het is natuurlijk een proteststem. Het is de bekende opgeven. Hoe is het met dat dingetje hier? Kijk, dit is eigenlijk wat de populisten doen. En politiek heeft het inhoudelijk helemaal geen betekenis. Nee, maar als die inlevert op zijn standpunt, dan stept natuurlijk niemand meer. Nee, zo is het. Dus kennelijk willen veel mensen dit. En dat klopt. Hè, want als je een beetje bij de weg zit in je auto, dan weet je dat dit gebaar heel populair is in Nederland. En nou ja, dit kunt de populisten zien. Kijk, dus feitelijk kun je de hele populistische politiek verbeelden met één enkele vinger. Dat is toch eigenlijk ook fijn. Voor de mensen die alleen luisteren, Maarten, laat dus hun middelvinger zien richting de camera. Want de mensen die natuurlijk luisteren zien het niet. Dus dacht dat dat dingetje altijd zichtbaar was. Ja, dat is wel zichtbaar, maar er zijn natuurlijk ook alleen maar mensen die alleen maar luisteren naar de podcast. Oké, okay, goed. Dus ik had even mijn middelvinger opgeheven. Ja, misschien kunt u thuis ook even oefenen. Ja. We hebben trouwens wel een fan bij de Telegraaf. Dat is Wilson Boldewijn. Die is presentator van Telegraaf TV. En die zegt dat hij iedere zaterdagochtend in bed luistert naar de podcast. Oh. PS zegt hij, heerlijk dat Maarten altijd zo vloekt. Ik hou ervan. Hij had trouwens ook nog wel een vraag. Hij zegt, steeds meer beleid zal worden aangepast aan een soort van EU-gemiddelde. Zodat de verschillen kleiner worden qua belasting. Hoe ziet Maarten dat? Want hij heeft veel kritiek gehad op het regeringsbeleid de afgelopen jaren. Is tegelijkertijd ook voorstander van de EU. Ja, ik ben een groot voorstander van belastingharmonisatie in de EU. Dat moet je natuurlijk voorzichtig aanpakken. Ik ben helemaal geen fiscaal deskundige. Maar dat natuurlijk allerlei landen misbruik maken, nietwaar, van voordelig geregelde fiscale structuren. Nederland doet dat zelf ook op grote schaal. Iedereen weet dat wij ook een soort belastingparadijs zijn. Het hebben we wel ietsje bijgestuurd, maar het is elke keer de slap gelul. En uiteindelijk gebeurt er verrassend weinig. Maar denk aan een land als Ierland, wat daar systematisch misbruik van maakt. Ja, dus ik vind wel dat dat geharmoniseerd moet worden. Dus dat je gezamenlijk, bijvoorbeeld dat auto's in alle verschillende Europese landen aan totaal andere fiscale regimes zijn onderworpen. Nou, dat is natuurlijk volkomen achterlijk. Hè? Je zou in Nederland, moet dat ook gelijk getrokken worden. Ja, het eerste wat je in Duitsland opvalt is dat alle auto's twee keer zo groot zijn als hier. En hoe komt dat? Omdat ze fiscaal totaal anders behandeld worden. Hè? Als jij een opvolger van dit autootje wil kopen, zo'n Audi, die zijn in Nederland poepieduur natuurlijk. Hè? Dan moet je er een van 2 jaar oud uit Duitsland importeren, want dan ben je een stuk voordeliger uit. Alle accessoires zitten er in Duitsland op. Die worden er in Nederland en Denemarken afgehaald om die auto's nog een beetje betaalbaar te houden in die landen. Hmm. Dus ja, harmonisatie. Dit is bijvoorbeeld een heel populair onderwerp, want het zou in Nederland ertoe leiden dat auto's een stuk goedkoper worden dan ze zijn. Misschien kunnen we een kwartje van kok terugkrijgen, hoor. Als het ook een... Wie weet. Van spreken, ja. Maar de, want er wordt nu wel gesproken bijvoorbeeld om dat met de winstbelasting te doen, hè? Om dat gelijk te gaan trekken. Nou, dat is weer nou iets anders. Dat is die hele grote firma's, die wereldwijd opererende firma's, die schuiven zo met hun winsten dat ze nergens behoorlijk moeten betalen. En dat is in ieders voordeel, ook in dat van de Verenigde Staten, is het voordelig dat we daarmee ophouden natuurlijk. En dat we die landen, dus dat die dat soort van, nou, je kent ze allemaal, Amazon en al die andere boeven, hè, dat je die gelijk mondiaal behandelt. Dat lijkt me ontzettend nuttig. Ja, maar ook binnen Europa zoeken ze nog naar het voordeligste. Ja, dat moet goed georganiseerd worden. Nogmaals, ik ben niet de man van de details in dit opzicht, maar ik ben een enorme voorstander van harmoniseren, ja. Ja. Een vloekje zoveel? Ja, dat is voor mij volkomen nieuw. Ik flink vloeken? Nee, hij zegt, ik vind het heerlijk dat Maarten zo vloekt, maar ik kan niet... Ik ben me daar ook niet van bewust. Pot voor 3 of zo. En Jemine. Sodemiet erop. Ja, flikken nou op, heb je wel eens gezegd. Oké. Ja, dat zeg ik wel eens. Is dat ook vloeken? Nou ja, ik weet het niet. Ja, nee, het zou eigenlijk enorm goed zijn als Wopke en Mark Rutte. Ik probeer het nu... samen bijvoorbeeld een huisje zouden kopen in Portugal.
En daar samen zouden gaan nadenken over wat ze met de rest van hun leven graag zouden willen doen. Iets nutters. Ik geloof, ja, naar mijn idee hebben ze hun tijd eigenlijk wel gehad. Wopke wat sneller dan Mark Rutte. En ja, nu zitten we met het feit dat ze beide nogal fantasieloos besloten hebben om het zittende kabinet te continueren. Ja, maar nog eventjes over Kaag. Je hebt geen spijt van je stem op haar. Want... Nou ja, wat zal ik daarvan zeggen? Als het huidige kabinet gecontinueerd wordt, heb ik daar wel een beetje spijt van. Maar het is een volkomen nutteloos soort van spijt. Ik bedoel, het is, ja. Ik heb op dat moment gedacht, ik stem op de enige progressieve partij die in dit kabinet zit, die bovendien fatsoenlijk pro-Europees is. Ja. En dan moet ik nemen aan dat dat zal blijven. Dus nou, ik heb er ook geen spijt van. Ik voel me heel ongelukkig dat ik een zwevende kiezer ben geworden. Dat is zonder meer een feit. Ik heb natuurlijk, weet ik hoeveel jaren lang heb ik Partij van Arbeid gestemd. Waar ik deels ook spijt van heb. En wel zeer in het bijzonder van het feit, ik heb het al eerder verteld, dat ik natuurlijk in 2017 een soort lijstduwer was. En ja, het kabinet Rutte 2, dat heeft gewoon tal van terreinen ruïnes aangericht. En daar is de Partij van Arbeid natuurlijk volledig 100% mede verantwoordelijk voor. De Partij van Arbeid heeft gewoon zijn basisprincipes, niet waar, te grabbel gegooid. Ik kan het niet anders noemen. Mm. Maar waarschijnlijk hebben ze er zelf ook haar spijt als haren van het boven. Want ze zeggen regelmatig, nee, dit moet teruggedraaid worden. Dat moet ze dat. Of het nou de sociale werkplaatsen zijn of de jeugdzorg. Nou ja, je kunt een hele enorme opsomming kun je produceren. En dat is allemaal aangericht door het kabinet Rutte 2. Dramatisch. Hm. Dit is dus wat er nu zit in ons surfkabinet. Maar het zal ook wel heel surf zijn als het gecontinueerd wordt. Maar ja, het zal Rutte de bevrediging geven dat hij dan over een jaar of twee is die er langs zit in een premier. Dus ja, misschien kan hij dan met dat huisje en Wopke in Portugal staan de hele leuke huizen te koop. Nou, ik denk dat Wopke die staat pas aan het begin. Die denkt ik begin. Nou, Wopke staat aan het begin en het eind van zijn politieke carrière. Denk je dat? Ja. Ja, ik denk dat Wopke het gevoel van dit jaar niet zal overleven als leidende politicus. Maar waar zou hij dan, waaraan gaat hij? Hij is wel te conservatief voor het CDA. Conservatief? Ja, tuurlijk. Hij is hartstikke conservatief. Het hele idee is natuurlijk dat het CDA zich rechts van de VVD zou positioneren. Wat natuurlijk ook al zijn voorganger als partijleider ook al ambieerde, de huidige burgemeester van Leeuwarden, Buma. Precies. Ja, en dat is eigenlijk in allerlei opzichten mislukking geworden. Kijk, als je beweert dat je een christelijk geïnspireerde partij bent en je wil jezelf rechts van de VVD positioneren, dan is er wel iets eigenaardigs aan de hand met je christendom. Ja. Ik dacht dat hij juist wel progressief was. Nee, helemaal niet. Dat hij niet alle standpunten van het CDA onderschrijft. Nee, in feite heeft het CDA natuurlijk al jarenlang zijn linkervleugel, zijn sociaal denkende vleugel verraden. Ja, dat betaalt. Dat moeten ze betalen. We hebben trouwens even tussendoor bijna 1000 reviews te pakken in Apple Podcast. Dus volgens mij moet het lukken om deze week de 1000ste recensie aan te tikken. Dus ga eventjes naar de podcast app. Dus ga eventjes naar je podcast app. Tik 5 sterren aan en laat even een leuke recensie achter. Je zou ons daar echt een ontzettend plezier mee doen. En je zorgt er ook voor dat we dan nog lang deze podcast kunnen blijven maken. Want hoe meer recensies betekent ook hoe meer mensen we bereiken met deze podcast. Snap jij de mensen die zich niet laten vaccineren? Totaal niet. Maar ik snap, daar moet ik er wel bij zeggen, dat ik in Nederland heel veel mensen niet snap. Dus, Oké. Maar dat namelijk mensen die evident beroofd zijn van elke vorm van normaal nadenken. Die zijn niet goed snik. Ja, je hebt ook QAnon. Ik begreep dat je mensen had die op een begraafplaats bloemen legden bij kindergraven. Ja, god, daar begrijp ik ook niets van. Helemaal niets. Ik begrijp niets van complotdenkers. Ik begrijp niets van mensen die op de PVV stemmen. Daar begrijp ik allemaal niets van. Als je dan toch een protest, je toch je middelvinger wil opsteken, steek dan je middelvinger op naar een partij die nog een soort van reëel programma heeft. Maar niet naar mensen met een fantasiepolitiek. Maar wat snap je dan niet aan? Ja, dat je dan dus niet normaal met je gezonde verstand kunt nadenken over de wereld waarin je leeft. Ja, daar begrijp ik niets van.
Net zoals mensen hun kinderen niet tegen de mazelen laten vaccineren. Hmm. En dan bovendien een grote mond hebben als die kinderen niet meer naar de crash mogen. Hmm. Dat gaat volledig boven mijn pet, ja. Ja. Je snapt niet dat mensen zeggen, ja, ik weet het niet met het vaccin. Ik wacht nog eventjes af wat de effecten misschien... Ja, vooral. Ik zou zeggen, wacht u vooral eventjes af. Dan krijgt u misschien nog wel de Delta-variant. En heeft u nog een lekkere kans dat u doodgaat. Dus ik zou flink afwachten. Ja, ik wil dan niet zeggen opgeruimd staat netjes. Maar ja, het is vooral vrij stom, ja. Nou, daar in ieder... Zeker nu, natuurlijk, ja, de situatie is, het ziet er helemaal niet geweldig uit. We hebben alles afgeschaald. En ondertussen rukt de Delta-variant op. We hebben nu zomer, dus dat is een gunstige situatie voor het virus. Of vooral tegen het virus. Maar ik moet zeggen dat het eigenlijk de situatie vrij zorgelijk is. In de zin dat landen als Israël en Engeland, die een hogere vaccinatiegraad hebben dan wij, dat die juist een aantal maatregelen weer opnieuw geïntroduceerd hebben. Dus ik zou zeggen, ons kabinet moet toch ook wel verdomd voorzichtig zijn dat ze niet nog een keer laten gebeuren wat namelijk vorig jaar gebeurd is. Kijk, ook leuk, daar loopt Tom Yang mee eens. Die hebben wij zo hooglijk geprezen vorige week. En omdat wij dat gedaan hebben, dacht hij, ik loop nog even langs dat autootje waarin ik zo hoog geprezen word. Nee, grappig. Nee. Hij heeft geen flauw idee natuurlijk. Nee, hij heeft wel oortjes in, misschien is hij wel aan het luisteren. Ja, dat is grappig. Hij schrijft echt goede stukken. Maar ja. Waar hadden we het over? Ja, ik moet zeggen, vorig jaar natuurlijk heeft de regering veel te lang geaarzeld met nieuwe maatregelen. En zijn we getroffen door een forse tweede golf. Die was aangekondigd, die was voorspeld. En toch heeft de regering dat uit zijn handen laten vallen. Dus ik zou zeggen, wees gewaarschuwd. Denk goed na over wat je nu doet. Ja. Hè? Neem die stomme discotheek daar in Enschede. Hè? Met 80 mensen op één avond besmet zijn. Hallo, hé. Hey. Nou ja, mensen die dus in deze omstandigheden naar een discotheek gaan, daar begrijp ik ook niets van. Maar getest waren ze, dus die testen klopten niet. Want... Ah, die testen klopten niet. Dus ze waren vals, dat weet je niet. Ja, anders kom je niet binnen. Of ze hebben... Kan maar geknoeid zijn of zo, maar goed, feit. En niet dat ze niet één of twee mensen besmet, er zijn 80 mensen besmet. Ja. Hè? Gaat u vooral veel naar discotheken in de komende maanden. Geweldig. Vooral jongere feesten. Flink lekker schreeuwen, tegen elkaar aan botsen enzovoort. Ja, Mallorca is ook een probleem, hè, nu. Ja, dat begrijp ik ook niet. Dat is dat hele reisgedoe. Hè? Dat bleek ook gewoon op India gevlogen te worden. Ik zou zeggen, ja, ik moet zeggen dat de regering natuurlijk, die was dolblij dat ze van het glas eraf waren eventjes. Fijn de zomer tegemoet. Maar ik vind dat de risico's vrij groot zijn. Nou, zouden zich vast aan het RIVM... Maar Dissel heeft dat dan maar keurig gezegd. Dat je enorm moest oppassen. Ja, maar die hebben wel gezegd dat... De Delta-variant is... Kijk, virussen zijn nou eenmaal virussen. En een van de leuke dingen die ze kunnen... is namelijk verdomd snel muteren. Neem het griepvirus, dat muteert aan de lopende band. En dat geldt hier ook. En wie weet wat dat op zou kunnen leveren... in zulke grote ontstekingshaarden als India en Brazilië. Hmm. Dus ik zou zeggen, regering, let op uw zaak. Wees voorzichtig. Hè? En begin er, zodra u ook maar een vermoeden heeft van dat het de verkeerde kant op gaat, Engeland en Israël, neem dan opnieuw maatregelen, hoe impopulair dat ook mogen zijn. Hmm. Ja. 80 mensen in één enkele discotheek. Hè? Ja, daar hoeft er maar één van dood te gaan. Hè? Dat is dan een hele dramatische zaak. Ja. Maar natuurlijk allemaal jongeren, die zijn dan ook niet gevaccineerd. Ja, bijna alle mensen die nu in de ziekenhuizen terechtkomen, die hebben zich nog niet laten inenten of hebben slechts één prik gehad. Nou ja, één zou je ook redelijk beschermd moeten zijn, maar kennelijk niet. Het is wel grappig om te vermelden. Naast deze podcast maken we bij T-Talks ook Pa en de Politiek. Dat is de podcast van Frits Wester en zijn zoon. En deze week waren we te gast bij, ja, toch wel een vriend van de show, Hugo de Jonge. En over die jongeren waar jij het nu over hebt, zei hij dit. En dat lijkt even geinig. Kijk eens, het is mij gelukt. En een QR-code die ik heb gekopieerd van een ander en zo. Het is maar mij je pakt gelukt. Een risico voor een ander. Natuurlijk. Dus ja, je staat daar vervolgens achter de poort van de toegangstesten aan te schuren, aan te hossen tegen anderen. En je bent, die mensen hebben gedacht, het is veilig binnen. En door jou is het dat dus niet. Ja, en als je de hele aflevering wil horen, ik heb het linkje in de beschrijving gezet naar die podcast. En daarin vertelt Hugo onder andere ook of hij nog een keer minister wil worden. Wat vind je er trouwens van dat er ook nu tijgers, beren, fretten en apen worden ingeënt? Nou, ik weet niet hoe ze dat precies doen. Gaan ze die apen vangen in het oerwoud of zo en dan worden ze ingeënt? Of hebben ze die in een uitnodiging gestuurd? Misschien kunnen de apen ook net als ik even bellen dat ze wel aan de beurt willen komen. Of de fretten.
Ja, het is in Amerika in een dierentuin in Oakland. En het is niet het Janssen of het Pfizer, maar een experimenteel vaccin dat eerder ook getest is op gorilla's. Het is een dierentuin. Ja, als wij het kunnen krijgen, is het een goede kans dat heel veel zoogdieren het kunnen krijgen natuurlijk. Ja. Geldt voor heel veel ziektes. Ja, en de jongen heeft gezegd het weigeren van een vaccin heeft iets decadents. Nou, dat is niet gewoon stom. Het is niet decadent, het is gewoon stom. Decadent hoeft niet stom te zijn. Je hebt hele decadente mensen die helemaal niet stom zijn. Het was ook wel lekker om decadent te zijn. Maar hij begrijpt waarschijnlijk niet wat decadent is. Hij weet niet dat hij schoenen aan heeft die decadent zijn. Dus daar moet hij eens even over nadenken. Nee, het is gewoon stom. Oké. Ja, hij zei van, dus die mensen die laten zich niet inenten, maar zijn wel boos als er dus weer strengere maatregelen worden genomen. Dus... Ja, zo zijn mensen. Volkomen onredelijk, daarom zei ik gezond verstand. Gebruik een gezond verstand. Ja, maar ik sprak toch... Maar dat hebben ze dus niet. Vorige week een paar jongere mensen. Kijk, ik kan me bij de oudere mensen het goed voorstellen. Maar de jongere mensen die zeiden van, ja, ik durf eigenlijk niet te zeggen dat ik gewoon gezonde twijfel heb over me laten inenten. Maar ik durf het niet te vertellen, want dan word ik toch in het hokje van de wappies gestopt. En terecht. Ja? Ja, natuurlijk. Maar je hebt wel vrijheid. Heb je ook even doorgevraagd, wat heeft u voor concrete bezwaren? Mag ik eens horen wat uw medische expertise is? Nou ja, dit meisje verwees naar de prik voor baarmoederhalskanker, waarvan later bleek dat op de langere termijn er bepaalde bijwerkingen waren. Ja, maar voor alle vaccins, zal ik het nog één keer uitleggen, voor alle vaccinaties geldt dat er inderdaad een heel klein risico aan verbonden is. Voor alle vaccinaties. Ja. Maar het risico om niet te vaccineren is oneindig veel duizenden en duizenden malen groter. Hè? Ik gebruik uw gezond verstand. Ik weet niet of dat meisje ook luistert. Denk er nog eens over na. Ik zal haar even de tip geven om te luisteren. Ja, het kan zijn dat u een van de, weet ik het, 1 op de 100.000 is die pech heeft. Maar je moet denken aan al die mensen die dus daardoor minder ziek worden of niet ziek worden. Ja. Vind je het wel goed dat we de vrijheid hebben om te bepalen of we het wel of niet doen? Nou ja, ik heb me moeilijk mensen gaan dwingen. Hè, dat doen ze in Rusland. Ja, maar dan nog, dat kans dat ze iedereen kunnen dwingen, dat is gewoon niet reëel. Laten we nou wel wezen, wij hebben een door en door geregelde samenleving en die functioneert vooral omdat de handhaving eigenlijk nergens klopt. Hè. Of dat nu toezicht is op slachterijen of wat het ook maar is. Dat is ook zoiets wonderlijks. Hè? Al die toezichtdingen zijn niet afgeschaft, maar die zijn tegenwoordig gehouden ze toezicht op zichzelf. En dat werkt dus niet. Ook weer zo'n leuk VVD-ideetje. Ja. Ja, die beelden waren afschuwelijk, hè? Ja, maar verbaast het je niet, toch? Kijk, als het je te verbaast, als je zegt wat gruwelijk, dan moet je weten dat 16% van alle slachtmomenten mislukt. Ja. Dus dat betekent dat daar voortdurend wanhopige, verschrikkelijke toestanden bestaan. Als je daar geen puf in hebt, moet je vegetariër worden. Ja. Zo niet. Als je daar geen zin in hebt, zeg ik een lekker biefstukje, dan moet je dit op de koop toenemen. Ik heb nog nooit gehoord van een systeem van slachterijen waar geen misbruik werd gemaakt van de situatie. Ja. En natuurlijk zijn er allemaal regels. Dan weten allemaal dat er regels zijn. En iedereen weet dat die regels systematisch worden overtreden. Ja. We rijden tegenwoordig ook allemaal honden tussen 7 uur 's ochtends. En het is ook niet 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. Behalve al die duizenden mensen die als gekken langs de weg razen. Hè. Maar ja, handhaving is er niet, dus waarom zou je het niet doen? Kennelijk. Waarom eet jij vlees? Ik eet heel weinig vlees. Ik hoor dat de mensen die niks om vlees geven. Maar mijn vrouw wil ook niet vegetarisch gaan eten. Die wil wel minderen en biologisch verantwoord en allemaal prima deluxe. Maar ik zou er helemaal geen bezwaar tegen hebben. Maar ja, dan eet ik een eitje. Zelfs daar kun je afvragen van hoe het precies zit. Maar voordat je het weet heb je natuurlijk, dat is een vanzelf enigszins komische situatie in een roman van Philip Roth. Een meisje wat steeds vegetarischer wordt en dan wordt ze veganistisch. En ja, tenslotte wil ze ook geen groente meer eten, want ze zijn zo zielig voor die slaapplantjes om ze op te vreten. Ja, slaapplantjes hebben ook een recht op leven. Ja, dus je begrijpt, ze gaat dood. Ja. Maar goed, in de natuur, in de jungle, eten dieren elkaar ook. Zo is het. Wij mensen zijn omnivoren. Wij eten alles wat enigszins eetbaar is. Of dat nou vruchten zijn of groentes of weet ik het wat, of vlees. Er zijn fameuze opnames van chimpansees die zo'n klein aapje vangen en dan in stukken scheuren. En dan enorm opgewonden raken. Hè. Ze hebben kennelijk een soort vaag gevoel dat vlees eten
hoort er eigenlijk niet echt bij, maar het is wel verdomd spannend. Ja. Ja. Trouwens, de zomer komt eraan. En mocht je nou gaan vervelen en denken, ja, moet ik in hemelsnaam gaan doen, dan kunnen wij van harte Hoorcollege Koude Oorlog deel 2 aanbevelen. Door jou, Maarten. En als vriend van deze show hebben we een extra voordelige actie voor je. Dus ga eventjes naar de beschrijving bij deze podcast. Daar vind je het linkje en dan kun je een kaartje bestellen. 20 miljoen is er uitgegeven aan die fijne advertentie van die supermarkt waar de oud-winnaar van de slimste in zit. Rondom het EK voetbal. Ja, dat is ook wat, ja. Ja, ik durf dat natuurlijk niet te zeggen. God, ik neem aan dat veel mensen de bekende volkomen nutteloze hysterie over het voetbal ontwikkeld hebben. Dan is het natuurlijk vrij lullig dat de kampioensploeg, want wij denken altijd dat we een goede kans hebben, bij de eerste de beste serieuze tegenstander totaal weggespeeld wordt. Ja. Volkomen kansloos. Hoe vond jij dat? Ik heb de wedstrijd niet gezien, dat begrijp je. Je zat wel even op teletext. Daarom zeg ik, ik durf, het is natuurlijk heel niet populair en ook niet leuk. Ja, dat vind ik vermakelijk, ja. Dat vind ik enorm vermakelijk. En dan denk ik dus aan dat van links naar rechts, niet waar. En die volkomen hysterische voetbaladvertenties. Al die lui die zich hebben laten huren om zo'n oranje dingetje aan te trekken. Ja, dat vind ik wel komisch, ja. En al die mensen die er naartoe waren. En dat je dan zo'n volkomen waardeloze wedstrijd speelt, dat is toch wel komisch. Allemaal peperdure voetballers, niet waar. Die allemaal net naar Barcelona waren getransfereerd, begreep ik. En dan speel je zo'n wedstrijd. Ja, vind ik hartstikke leuk. De boer meteen weg? Ja. Ik vind het ook leuk dat in de Tour de France, hoe heet die, Mathieu van der Poel. Dat vind ik ook wel amusant. Ja. Nou, wat vond je van die vrouw met dat bordje? Nou ja, ook stom. Ja, die stemt waarschijnlijk ook Marine Le Pen, dat zou me niet verbazen. Groeten aan opa en oma. En aan 50 van die renners tegen de grond. Sorry, dat is allemaal vrij komisch toch. De wereld is vol van onbedoelde komische momenten. Ze was gevlucht, hè, daarna. Oh, ze is wel gevlucht. Ja, ze was toen het gebeurd, want iedereen was naar haar op zoek. En toen is ze weg. Uiteindelijk heeft ze wel gepakt, maar ze is gevlucht. Oh, okay. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ze was natuurlijk bang voor lynching, dat begrijp ik. Ja, overigens in Brussel rellen, want de Rode Duivels zijn ook uitgeschakeld. Ja, dat begreep ik, ja. Dus daar waren de mensen ook. Is er een man op teletext, mijn favoriete nieuwsmedium. Dat is een man met een Italiaanse vlag, hadden ze aangevallen. En het is allemaal even. Het is een wereld van infantilisme waar je echt niet van terug hebt. De voetbal van fanaticus, noem je dat, de voetbalfan. Dat is ook een vorm van waanzin waar ik niets van begrijp. Totaal niets werkelijk. Ja. Mogen het beste team winnen, maar het kan me echt in zak schelen. Ja, maar of dat Nederland is of IJsland, het kan me echt niet schelen. Nee. Het zijn volwassen mannen die dan ook daarna de fanzone gaan. Ja, ik weet het. Ja, het zijn volwassen mannen waarbij ik het voetbalgevoel schakelt een groot deel van de grote hersenen uit. Dus het komt alleen nog maar uit de hersenstam, komen deze sentimenten. Ja. Een soort van oergevoel. Ja, kennelijk, want je ziet ook de reacties als er een doelpunt wordt gemaakt. Dat je denkt van nou, dat is niet zo best. Ja. Max Verstappen, dan hebben we het rondje qua sport afgemaakt. Die doet het geweldig natuurlijk. Is dat iets wat je wel leuk vindt? Of zeg je nou? Nou, dat laat mij betrekkelijk Siberisch. Ik heb het er al eerder over gehad. En misschien moeten we het daar eens over hebben. Dat ik vroeger wel een fan van de Formule 1 racerij was. Ik had ook een favoriete coureur, Jim Clark. Die is verongelukt. Al in de jaren 60. Die is niet eens niet oud geworden. En toen Clark verongelukte, had ik het eigenlijk wel gehad met mijn emotionele interesse, om het zo maar te zeggen. Ik heb nog wel een tijdje gevolgd. Ik vond het ook constructietechnisch interessant. Er was natuurlijk een revolutie gaande in de manier waarop je een Formule 1 auto moet bouwen. Vergelijk hem een Formule 1 auto uit 1952 met hoe die dingen er nu uitzien. En gek genoeg, hoe interessant ik dat ook vond, eigenlijk, het is de technische vorderingen in de constructie van Formule 1 auto's die eigenlijk de sport ook om zeep geholpen hebben. En dat heeft te maken met de ontdekking van de aerodynamica. Namelijk dat ze een vleugel hebben waardoor ze, niet waardoor dat ze zo hard rijden, die druk op die vleugel die is geloof ik wel een ton of zo, iets dergelijks. Met als gevolg dat die lekkere vierwielslips, vroeger zag je ze met drie tegelijk in de vierwielslip zag je ze om de bocht komen. Dat was echt spectaculair. Tegenwoordig nooit meer.
Het interessantste is als er een vleugel afbreekt, wat er dan gebeurt. Het heeft dramatische gevolgen. Die dingen zijn volledig oncontroleerbaar geworden dan. Dus, ja, nu zien ze er ook uit als een soort aerodynamische monsters eigenlijk. Je ziet de coureur niet meer, dat speelt natuurlijk ook een rol. Dus ik vind er eerlijk gezegd geen donder aan. Ja, wat blijkt, dat Verstappen nu sneller is dan Mercedes. En de afgelopen jaren was het omgekeerd. En Verstappen kan natuurlijk goed sturen. Het zijn allemaal jongens die op hun vierde op de kart begonnen zijn. Dus het talent zullen ze wel hebben. Ja, ze hebben zijn hele carrière doorgemaakt, al op jeugdige leeftijd. Maar interessant vind ik het totaal niet, nee. Je leest ook nooit iets, nog steeds, ik heb er nog naar gezocht hoe dat nou precies zit met die motoren. Die naar het schijnt ook de warmte van de uitlaat nog gebruiken, laten we zeggen, op terugspoelen in het systeem. Maar ik kan nergens vinden hoe dat zit en dat is karakteristiek, dat interesseert niemand dus ene kloot. Hè? Dat die motoren technisch verdomd interessant zijn, dat kan niemand ene bal schelen. Sterker nog, er waren aanvankelijk bezwaren dat ze niet genoeg lawaai maakten. Hè? Waarbij je ook denkt, nou ja. Waarom kopen mannen sportwagens? Omdat ze flinke baal maken. Hè? Zodat veel moderne sportwagens, zelfs als het een beetje duur zijn, hebben een heel akoestisch systeem aan boord. Die motoren kunnen relatief heel stil lopen, zeg maar, geen probleem. Maar je kunt dan een knopje draaien en dan hoor je de klassieke Porsche-brul uit de uitlaat knallen. Ja, dan weet je dus. Ach god, ja, we hebben het ene onderwerp na het andere. Nee, niet waar, van het menselijke infantilisme. Voetbalfans, Porsche-rijders, enzovoort. Misschien is er, want we hebben een vrij actief publiek, misschien is er wel iemand die weet hoe dit precies werkt. Die kan zich dan melden. Je had trouwens nog een rolletje in die hele hijsa rond het EK. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Nee, wat heb ik gedaan? Nou, je had de juichcape, die had dus Snollebollekes. Ik vergeet zijn naam steeds, zo heet hij ook alweer. Rob Kemps, die had de juichcape om. En toen we uitgeschakeld waren, was er ineens de rouwcape. Dat was een, van De Speld, dat is zo'n humoristische website. En daar speelde jij de hoofdrol, want jij had die rouwcape had die om. Ja, helemaal ik in het zwart. De Speld overschat mij in hoge mate. Want ik vind het helemaal niet belangrijk genoeg om een rouwcape aan te schaffen. Nee. Ik zou er niet over piekeren. Ik vond het eerlijk gezegd, het hele idee dat ik zou rouwen omdat Nederland eruit ligt. Dat is een ingrijpende misvatting van De Speld. Terwijl dat meestal toch een vrij intelligente rubriek is. Maar dit hier hebben ze dus niets van. Ja, het is natuurlijk geestig, dat begrijp ik wel. Maar ze hebben mijn sentimenten helemaal verkeerd begrepen. Nee, maar ze dachten natuurlijk van Rosberg. Was gelijkmoedig en optimistisch gestemd toen we eruit lagen. Ja, dus eigenlijk had jij, is het omgekeerd. Je had de rouwcape om toen we er nog in zaten. En precies. Ja, in die zin hebben ze er weinig van begrepen. Dat klopt wel. Nog één ding over de actualiteit. Ja, ik kende die term helemaal niet. Maar ken jij, zegt jouw communicaper jou iets? Communicaper. Ja, communicaper. Een caper is een... Is een cape. Een... Of kaper, ja. Dus de, als een caper met een C is en een caper is een moppige situatie. Hè? Nou, het is van Thijs Launsbach. Dat is een psycholoog onder andere. En die zegt, wat Maarten ontzettend goed kan, is moeiteloos het gesprek overnemen met zijn eigen verhaal. En in het geval van Maarten pakt dat heel goed uit. Ik heb Thijs de columnist even een bericht gestuurd, wat hij nou precies bedoelt. Even luisteren wat hij zegt. Ik was bezig met een column over mensen die veel praten in een vergadering. Of mensen die veel en lang aan het woord zijn op een vervelende manier. En toen was ik de podcast aan het luisteren. En het was zo toevallig dat net Maarten heel uitgebreid zat te vertellen over allerlei historische thema's op een ontzettend leuke manier. Dus toen dacht ik, nou, dat is een mooi voorbeeld van iemand die juist dat op een hele leuke manier kan doen. Een communicaper op een positieve manier. En dat hoort ook helemaal bij zijn rol van verhalen vertellen, van thema's aan elkaar linken en zijn rol als geschiedkundige. Om vervolgens in de column door te gaan over wat nou als dat niet zo positief uitpakt in je team of met je eigen baas of in een vergadering. Dus dat wilde ik nog wel even benadrukken, dat het dus zeker niet de bedoeling was om dat te problematiseren. Sterker nog, dat ik dit juist als voorbeeld heb willen gebruiken voor hoe dat op een leuke en een positieve manier ook kan. Veel succes met de podcast. Nou, dat is wel positief, toch? Hij bedoelt dus dat iemand die de conversatie overneemt en vervolgens monopoliseert, dat is degene die de conversatie steelt, als het ware. Ja. Hoe spreek je dat dan uit? Ik denk communicator, okay. Maar dat weet ik niet precies. Je weet dat tegenwoordig alles op een soort half Engelse manier
verbasterd word. Ik hoor het graag, moet ik zeggen, wat deze meneer zo treffend en complimenteus formuleert. Ik vind het wel leuk. Ja. En je hebt inderdaad ontzettend vervelende mensen, vaak mannen, die de conversatie kapen, ik weet niet of ik het al eens eerder heb gezegd, door bijvoorbeeld moppen te gaan vertellen. En dan blijkt altijd, ja, dat zijn meestal in situaties waar een stilte is gevallen of nog niet een iets vanzelfsprekend en gemakkelijk onderling gesprek gevoerd wordt. En dan heb je al zo'n man bij die een mop vertelt. Nou, daar wordt dan om gelachen natuurlijk. En dan blijven ze moppen vertellen. Dat je tenslotte echt in wanhoop. Ik heb zo'n ontzettende hekel aan moppen. Dat is verschrikkelijk gewoon. En aan mannen die ze vertellen heb ik een nog grotere hekel. Dat kan ik rustig zeggen. Ja, en dan tenslotte denk je, ik moet dan maar naar de wc. Nou, ik ga de hele tijd op de wc zitten of zo. Of ik ga een ommetje maken dat ze zeggen, waar is Maarten gebleven? Dat in godsnaam dat deze moppetrommel, dat die dicht gaat. Hè? Zoiets ergs. Dus als iemand een mop gaat vertellen, ga je naar de wc? Nou, als het lang gaat duren, één, dat is nog net te tolereren. Want je weet, ze zijn altijd ongelooflijk flauw. Dan dat gaat nog maar, vooral als ze eenmaal op gang zijn. Je hebt mannen die dat fijn vinden om moppen te vertellen. Ja, ja. Thijs, die man die dat dus noemt, die zegt dus ook de buurman inderdaad, die je probeert te vermijden omdat hij niet meer ophoudt met praten. Of die kennis die je eens per jaar tegenkomt op een verjaardag en die elk verhaal naar zich toe trekt. Ik weet niet of je wel eens op verjaardag komt. Nou ja, natuurlijk het afgelopen jaar was dat heel weinig. Maar dat is wel lekker, toch? Ik ga alleen naar familieverjaardagen, dus... Ja, dat is gewoon altijd een gezellige robbel. Ah, dat is mooi. We hebben niemand in de familie die moppen gaat vertellen. We hebben alles gehad. Alle vragen zijn behandeld. Nou, dus het leven fantastisch. De merel zingen buiten. Dus. Heerlijk, hartstikke goed. Ja, het is een beetje een benauwd dagje toch weer. Een benauwde dag is het, zo is het. We gaan de volgende keer door. We dachten, de zomer komt eraan, dus gewoon eens een keer lekker een podcast door de week. Zaterdag zijn we er weer. En in de tussentijd kun je ook, als je het leuk vindt, als je Telegram hebt... Een beetje een alternatief van WhatsApp. Kun je meepraten en doorpraten over deze podcast. We hebben daar een groep aangemaakt met allemaal fans. En als je je aanmeldt via het linkje in de beschrijving. Dan kun je lekker doorpraten daar. En krijg je ook af en toe leuke extra aanbiedingen. Nou, tot zaterdag. Zo, de mythe. Ja, het is ongelooflijk werkelijk. En als het goed is, luisteren de mensen. Ik hoop het.